Dag, jullie mensen van Dutch Gaming en welkom bij mijn gloednieuwe Minecraft Survival aflevering hier op dit kanaal. Heb je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker en klik zeker op dat blauwe duimpje omhoog voor meer voor dit soort leuke Minecraft video's als jullie dit weer leuk vinden. Want we zijn wel, eigenlijk zijn wij beetje onze Minecraft streams een beetje best, hebben we de abonnees aantal best groot gemaakt. Kon ook wel door Fortnite natuurlijk, maar het ging heel snel toen wij Minecraft video's gingen maken. En mogen Minecraft daardoor ook eigenlijk wel niet vergeten, want we hebben best wel veel te danken eigenlijk, een soort van aan Minecraft eigenlijk. Dus ik dacht, nou, dan begin ik gewoon met een serie. Want ja, inderdaad, onze server is in opbouw, dat komt ook nog wel een keer. Alleen, dat zit nog een klein probleempje in. De overzet van 1.13 is, ja, nou ja, dat... Ik wacht zeg maar tot de World Guard, dat is nog de enige die een officiële 1.13 release moet doen. Daar zijn ze hard mee bezig, dus daar wacht ik nog even op. En dan gaat de server open. Dat beloof ik jullie. Nou, in ieder geval moeten wij eerst een boom gaan hakken, want het is hartstikke donker. En laten wij gewoon een boomhut gaan maken, denk ik. Ik heb zelf ook bijna geen verstand van Minecraft Survival. Why not? Omdat ik het echt gewoon niet kon. Daardoor heb ik deze series ook bijna nooit afgemaakt. En nu ga ik ze wel een keer afmaken, althans, dat is de bedoeling. Daardoor dus een DG Survival en dit keer maken we hem gewoon echt af. Alleen de lag, dat is gewoon heel flink aanwezig. Oh. Hier moeten we wel even planken straks van maken. Even wat dirt voor de zekerheid als we niet uitkomen. Kijk, ik heb hartstikke veel lag. Ik hoop ook niet dat deze video veel lag heeft. Want dan kan ik echt gewoon boos om worden. Maar gaat straks gewoon een leuke boomhut maken. Dat was dus de bedoeling. Eens kijken hoeveel blokken we hiervan krijgen. 8 uit mijn hoofd. Ja, 8. Oké, hiervan 20. Kunnen we hier nog wat van krijgen? Nee. Het is ook handig dat we even een crafting TNT, een werkbank ervan maken. Dit bedoel ik. Why? Ga weg, joh. Why the fuck? Ja, jongen, je komt daar niet zo gauw weg. Oké, nou in ieder geval kunnen we hier beginnen met de opzet van de dinges. We hakken gewoon een beetje van deze boom weg. Natuurlijk moet het middenstuk ook weg. Namelijk is de bedoeling dat we ook ladders gaan maken. Alleen heb ik echt geen verstand hoe we dat moeten maken. Dus dat moet ik ook even straks opzoeken. Maar dat is natuurlijk niet erg. Jullie kunnen ook even in de reactie zetten hoe je een ladder maakt natuurlijk. Klinkt zo dom. Hoe maak je een ladder? Jongens, willen jullie nu vertellen hoe je een ladder maakt? Oh, dit is echt hartstikke dom van mij. Ik heb dit gewoon een beetje als uitkijkpunt gewoon. Lava? Oeh, dat hebben we dan ook lekker dichtbij. Ach ja, helemaal geen command die doet zeker. We hebben een bed nodig. Anders kunnen we dit wel weer vergeten, namelijk. Ja, problem. Och, dat probleem is er nooit geweest. Doe van, hij kan daar nooit op komen. Hè, domme zombie.
domme ding. Ja, je kan me niet pakken, hè? Nee, dat kan je niet. Jongen, 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 wat zijn die domme beesten soms echt om te huilen. Oh ja, we hebben hier nog wat natuurlijk. Zet in de reactie natuurlijk wat jij wil zien in de Minecraft Survival. En wie weet gaan we dat voor jou regelen. Nou ja, dat gaan we sowieso voor jou regelen. Oké, dat wordt 10 keer niks. Ik kan hier ook moeilijk staan wachten. Hij is weg. Hier komen. Wat lek. Jij bent van mij. Ik moet jou hebben. Nee! Lek! Lek, 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 lek. Ik heb het huisje hier dichtbij gebouwd. Dat ben ik 100% zeker. Kijk, daar staat hij. Nee, nee, nee. Nee, nee, mensen. Dat was hartstikke harde lag van mijn PC. Daar gaan we weer. Daar kan ik gewoon niks aan doen. Deze series worden ook vaak wel eens voorgezet. Die probeer ik vaker voor te zetten op een game PC. Hey, dit wordt vanaf nu de vaste donderdag serie. En dit is nog maar seizoen 1, hè? Wie weet wat we nog meer kunnen verwachten. Ik weet dat hij mij in het vizier heeft. Hij kan me alleen moeilijk raken zo. Oh ja, wacht, de skeleton geeft het nooit op. Oké, die skeleton die houden we bezig. Oké, een chest hebben we. Dat is belangrijk. Oké, nu kijken hoe we dit gaan maken. Hoe maken we een deur? Vertel het me. Ik vroeg om 1 deur. Nou ja. Die kunnen we ook wel gebruiken. Maar hier zou ik niet veel aan hebben. Oké, het is dag. Oh, jij gaat natuurlijk niet dood. Dit is nu niet meer eerlijk. Wat is dit een ontiegelijk leuk spel. Zombie na zombie na zombie. Zombie en dan denk ik klaar. Nee hoor, nog een zombie. En dan nog een skeleton en dan weer 2 zombies om te huilen. Dit echt, oh...
Jongen, mijn poppetje kijkt, die heeft gewoon geen gezicht meer. Dat is gewoon nog het hele ergste. Nu ga ik ze gewoon martelen. Eigenlijk moet ik gewoon nu, soort van ook een beetje denken aan voedsel. Anders wordt dat ook nog een groot probleem, wat het eigenlijk al is. Maar ik moet er ook even een bed neerzetten natuurlijk. Zitten ze er nog steeds hoor. Goed zo, sterf voortaan vaker. Doe er voortaan ook even niet zo lang over om te sterven, alvast bedankt. Ook altijd handig om even een nooduitgangetje te maken of zo. Komt wel een aardig soort van pas, want als we dan weer een zombie per ongeluk in ons huis komt, kunnen we gewoon zo lopen. Easy peasy. En de zombie kan moeilijk springen. Zo, neem ook direct even wat dirt mee. Je hebt er eigenlijk vrij weinig aan, maar als je dingen wil laten groeien, kan het wel. En dan kan je makkelijk zo'n soort een farmpje maken. Alleen heb je er nog wel water voor nodig en dat is momenteel even een probleem. Maar dat maakt niet uit. Ook even houten tussentijds. Ik bedoel van ja, we hebben het wel nodig. Voor als het weer nacht wordt, kunnen we ons dingetje in ieder geval een beetje uitbreiden of zelfs gaan slapen. Zodat we het bed kunnen gaan maken. En daar hebben we in ieder geval de schapen die we daarvoor nodig hebben. Alleen de lek, jongen. Oh, om te huilen. Ik heb er zoveel slagen voor nodig om zo'n beest dood te krijgen, überhaupt. Waar is dat andere schaap heen? Oh, koe. Ook nog nooit gezien in mijn leven, zeg. Jongen, jongen, ik heb voor het eerst een koe gevonden in Minecraft. Nou, nee, dat is natuurlijk niet waar. Jongen, je bent zo snel als je bijna dood bent. Dank u wel, koe. Hehe. Moest ook een keer dood. Hier komen je schaap. Zo, dierenbul in Minecraft. Jij, hier komen. Nu. Dood. Dood. Nee, ik moet vlees hebben, dank je. Ik werd echt boos als je het niet ook echt gewoon totaal niet ging droppen of zo. Het wordt ook eigenlijk tijd om een fornuis te maken, maar daar heb ik nog niet genoeg voor.
Daar heb ik nog niet eens genoeg leer voor. Het is natuurlijk altijd wel handig dat we direct wat leer verzamelen voor armor en alles, maar ik kom alleen maar schapen tegen. En dat is dus juist het hele kleine probleem. Schapen heb je niet alleen maar nodig. Vooral daar is kerk ook veel te laat. Hoelie! Oké, Minecraft, als dat is wat je wil, oké. Ik snap deze hele game niet meer. Echt, deze hele game snap ik gewoon niet meer. Tjonge, jonge, 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 jonge. Echt om te huilen dit. Oké, nou. Dat hebben we. Hey, een koe. Dat is wat we nodig hebben. Hier kom jij. Hey, een zombie. Wat gezellig. Jongen, jij hoort dood te gaan. Je kan niet tegen dit. En jij hoort dood te zijn. Jij hoort dood te zijn. Jij kan niet leven. Dat kan jij niet. Nee. Blijf weg. Wat een piepspel is dit om te huilen. Ik mijn spullen terug. Wat wil ik? Mijn spullen terug. Tjonge, jonge, jonge. Ik ben al 17 minuten bezig. En ik heb nog echt helemaal niks uitgevoerd. Alleen maar dieren kapot gemaakt. Bouwmets gezocht. En dan, nou ja, voor naar term in Minecraft werkt niet. Maar in ieder geval bouwmets gezocht. Om te bouwen voor een fucking hutje. Dat is het enige wat ik deze hele aflevering heb gedaan. Echt om te huilen gewoon. Hé, hey, varken. Die heb ik ook even nodig. En niet weer diezelfde zombie. Hij is niet snel genoeg. Hier heb ik ergens mijn spullen. Is hier ergens gebouwd? Please, zeg van wel. Kom op. Minecraft. Please. Hier staat in ieder geval diezelfde koe. Yes, gevonden. Koe hier blijven. Koe blijf, please, please, please. Nee, nee, nee. Dankjewel voor het doodgaan. Nou, we gaan snel naar terug naar ons hutje en dan sluit ik de aflevering af. Zo, nou inmiddels aangekomen eigenlijk bij ons hutje. Oh, ga ik de video afzetten? Mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan vast zeker hier op dat duimpje te klikken. En dan vast te abonneren voor meer. Vergeet zeker niet in je comments te laten wat ik in de volgende aflevering moet gaan doen. En dan check ik jullie later. Later mensen!